Hallo lieve vissen, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 9, 26 februari tot en met 3 maart. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve vissen, wat is jullie hoofdthema voor deze week? Oké, het is echt belangrijk om te vertrouwen op je intuïtie. Om hoofdstukken dicht te gooien, dingen die je niet meer nodig hebt aan de kant te gooien. Maar ook echt rust nemen voor jezelf. Terugkeren naar de kern, terugkeren naar binnen. Nou, eigenlijk heel eenvoudig. En soms denken we dat het heel moeilijk is. Terwijl als we even stil zijn, ons focussen op onze eigen ademhaling, komen we alweer beter tot onszelf. Waardoor je ook weer verder kan groeien en ontwikkelen. We gaan eens even verder kijken, lieve vissen, wat je verder deze week kan verwachten. Je wilt soms te snel, je wilt soms te veel tegelijkertijd. Waardoor je soms ook niet echt de kans krijgt om verder te ontplooien. Wat kan de vis deze week nog meer verwachten? Okay. Dan merk ik vooral dat het belangrijk is om je logica en je gevoel weer op één lijn te zetten. Om te gaan staan voor wie je bent. Om vanuit je hart te gaan werken. Waarbij je ook soms je verstand nodig hebt. Dus wees daadkrachtig. En daarbij, vanuit je hart gaan leven, betekent ook dat je liever bent voor jezelf. Het zorgt ervoor dat je dan echt de ware ik, de ware jij, naar voren komt. Het zorgt ervoor dat je dan niet per se meer in angsten en zorgen leeft, maar echt vanuit liefde, wat dus een totaal ander perspectief is. We gaan eens even verder kijken, lieve vissen, wat je verder mag verwachten of een mooie boodschap voor jou. Lach en de wereld lacht weer terug. Lieve vissen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan nemen. Kijk je op mijn Facebook of op mijn website. En wil je er nabij zijn 30 maart voor de Soul Body Fusion Workshop? Wie weet zie ik je daar. Kijk even op Facebook of mijn website. En dan zien we het wel verder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.